Hallo, daar ben ik weer. En vandaag wil ik met jullie een sorbet maken. En daar heb ik twee versies van. Een alcoholvrije versie en eentje met alcohol. En mijn huishouden is die erg populair. Dus misschien vinden jullie hem ook wel lekker. Wat heb je nodig? Ik heb twee soorten sorbetijs. Ik heb bosvruchten sorbetijs en ik heb mango sorbetijs. Dan heb ik gazeuze. Ik heb de frambozen genomen omdat die bij ons thuis het favorietste is. En ik heb een flesje Smirnoff ijs. Ik heb drie aardbeidjes in stukjes gesneden, maar je kunt ook ander fruit nemen wat je toevallig in huis hebt. Wat je ook nodig hebt is een opener, een ijslepel, twee hoge glazen, rietjes en een lepel en lepeltjes. Zullen we maar beginnen dan? Allereerst zet ik alle zeep aan de kant en vul ik mijn glazen met de aardbeidjes. Deel zo'n beetje. De inspiratie voor dit gerechtje komt van mijn wederhelft. Die is niet zo dol op ijs, maar wel dol op sorbets. En die waren vroeger bij Van der Valk altijd te krijgen of te bestellen. En op een gegeven moment waren ze er niet meer, dus ben ik ze zelf voor hem gaan maken. En omdat het natuurlijk een grote kerel is, kreeg hij die met alcohol. En de kinderen die krijgen die zonder alcohol. Nou, dan doen we het ijs er vervolgens in. Ik had mijn ijslepel al in heet water gezet. En probeer er een mooi cirkeltje van te maken. Nu plop ik hem erin. Als je het nou makkelijker vindt, laat je natuurlijk het rietje en de lepel eruit. Nou, doe het warm. Kijk een mooi bolletje. Ik duw hem een beetje aan. Bij ons is het echt zo'n gerechtje wat ik meestal met de kerstmis op tussendoor even maak. Als we al zwaar getafeld hebben, gewoon even iets lekkers tussendoor. Dus als ik jullie al had beloofd, één versie met alcohol. Je giet het er gewoon overheen. Een half flesje is genoeg voor één glaasje. Deze schuimt iets harder, dus dan moet ik iets meer mee oppassen. En dat was dan al de sorbet. Je kunt hem nog afstoppen met wat slagroom. Daar zijn ze hier in huis niet zo dol op, dus dat doe ik niet. En zo heb je in een handomdraai een snelle feestelijke sorbet. Eén alcoholvrije en één met alcohol. Veel plezier met maken, alvast fijne feestdagen en tot de volgende keer. Doei!